We zijn heel erg benieuwd wat mensen denken over een aantal onderwerpen. En ja, op deze manier kun je dat toetsen. En voor de mensen ook heel makkelijk. Je hoeft er niet voor uit huis. Je kunt gewoon, als je abonneert, lekker op de bank de vragen beantwoorden. En dan koppelen we het ook binnen een maand weer terug. Het leek me wel leuk om, als er grotere plannen zijn, dat je daarover mee kunt denken of mee kunt beslissen. Dit is een pad wat straks tijdens het vogelbroedseizoen wordt afgesloten voor recreatie. In die enquête kunnen we daar vragen over stellen, kunnen informatie geven in de inleiding, maar ook vragen stellen. Dus bent u daarvan op de hoogte, zou een vraag kunnen zijn. Broedende dieren hebben rust nodig. Moeten we meer rust creëren door extra paden tijdelijk af te sluiten ten behoeve van het nestsucces? Ja, dat lijkt mij een heel goed idee. Dan gaat de vraag hoe ik het liefst geïnformeerd wil worden over de broedplekken. Dan denk ik dat het wel goed is om meer informatie te geven. En misschien ook wat prominenter. Want ik denk als mensen wat meer geïnformeerd zijn of beter op de hoogte zijn, dat ze dan ook meer begrip hebben. Nou, ik denk dat mensen wel van alles willen, maar dat dat heel erg gauw onderbuikemotie is. En heel erg eigen belang. En juist in zo'n groot gebied wat eeuwen mee moet, moet je heel goed nadenken over wat de effecten zijn. Ik geloof dat de beheerders, Staatsbosbeheer en allerlei andere betrokkenen, dat die weten wat natuur nodig heeft. Nou, daar kan ik me heel goed voorstellen dat mevrouw zo denkt. Wij kunnen natuurlijk ook niet overal inspraken over bieden. We hebben een Europese richtlijnen waar wij aan moeten voldoen. Er zijn ook vanuit de provincie verplichtingen die wij na moeten komen. Dus we hebben bepaalde doelen om te bereiken. Maar ja, dat doel kan op verschillende manieren bereikt worden. En die speelruimte willen wij graag benutten om via Echt Zaland de mensen mee te laten praten. Ik sta er een beetje dubbel in. Ik denk aan de ene kant dat het heel goed is om mensen te betrekken. Dus zeg maar qua PR en marketing denk ik dat het echt wel heel goed kan werken. Ik vraag me alleen af of je echt de grote dingen, zeg maar, of je die dan ook moet voorleggen aan mensen. Dus dan zou ik eerder denken dat daar de deskundigen voor zijn. Over welke zaken zou jij dan wel mee willen beslissen? Nou, misschien zaken als hoe willen mensen geïnformeerd worden over de informatiebordjes, waar ook een vraag in de enquête. Dat zijn denk ik prima zaken. Voor ons 40-jarig huwelijk heb ik hem een bankje cadeau gedaan op de Sallandse Heuvel. Ja, en dat kijkt uit op de Koningsbelt. Dus dat is ook prachtig glooiend en het uitzicht is nog mooier dan hier. Dus dat bankje moet sowieso blijven? Dat moet blijven. Ja, dat hebben blijft wij ook. Niet voor het zeggen, maar jawel, dat blijft in ook, principe, hè? Blijft dat zolang het niet wegrot en niet weggehaald wordt of beschadigd. Maar daar kunnen jullie nu dus over mee beslissen, hè? Ja, dat zullen we zeker mee doen. Ja, denk ik wel. Ja. Er zijn inmiddels 151 panelleden, mensen die zich hebben opgegeven dus voor Echt Zaland. En onze Facebook-site heeft inmiddels ook al 117 volgers, maar er kunnen natuurlijk nog steeds meer mensen bij.